Goedemorgen, mevrouw Padma Bihari. U bent psycholoog. Vandaag is Wereldsuïcidedag, Preventiedag. Wat betekent deze dag voor u? En welke rol of plaats heeft Nikeri als het gaat om suïcidegevallen? En hoe kunnen wij suïcide bestrijden, torpederen in Nikeri? Welke boodschap heeft u voor de mensen die met rare gedachten, dan moet u begrijpen, suïcidegevallen rondlopen? Goedemiddag iedereen en meneer Monus. Ik zal maar gelijk starten. Uw vraag is: wat betekent suïcidepreventie voor mij? Voor mij betekent het dat we aandacht schenken aan mentale gezondheid. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat preventie is. Ik wil dat toch even uitleggen. Preventie betekent voorkomen. Zoals wij dieven-eisen plaatsen voor ons huis, zodat er geen dieven komen. Zo moeten wij werken aan onze mentale gezondheid, zodat we niet zo ver raken, dat we depressief raken en uiteindelijk suïcidale gedachten krijgen en doodgaan. Dus daar gaat het om, dat preventie is het voorkomen van maatregelen treffen, zodat iets niet gebeurt. We hebben een rookmelder in de keuken, zodat er geen brand ontstaat. Bij eerste rook krijgen we melding. En zo ook bij mentale gezondheid zijn er signalen die mensen afgeven en dat we bij deze signalen gaan handelen. Dus wat het voor mij betekent, dat er aandacht aan geschonken wordt. Dat mensen weten wat mentale gezondheid is. Dat mensen weten wat zij moeten doen als ze bij anderen merken dat ze mentaal uit balans komen. Wij hebben hier een aantal dagen georganiseerd op voorstel van het NMC. En we hebben samen gekeken naar onderwerpen. We hebben, daar ga ik even spieken, het signaleren van psychische klachten. Dus niet bij jezelf, maar vooral ook bij anderen. Want als het met jouzelf niet goed gaat, dan kan je ook niet normaal denken. Ook is het goed dat mensen weten wat emoties zijn, hoe ze dat moeten ervaren, hoe ze dat moeten beleven. Ik heb dit genoemd emoties beleven, want we leven de emoties, we beleven het niet. Dus dat is belangrijk, dat mensen weten wat emoties zijn en wat ze ermee moeten doen. Daarom nodig ik van hieruit ook de Nikerianen. En ook anderen, iedereen die vanuit andere districten toevallig in de kering zijn, ze vertoeven voor een vakantie, kom alsjeblieft langs om meer te weten erover. Dus voor mij betekent het aandacht schenken eraan, dat wij mensen bewust maken, dat we educatie geven, voorlichting geven, zodat de drempel ook weggenomen wordt. Ook is het goed dat de stigma bij hulpverleners afneemt.